Ik ben Julie, 28 jaar en ik kom uit Ninove en ik geef nu al 6 jaar les in het lager onderwijs en dit is het eerste jaar in de basisschool De Chameleon in Ninove. Tot nu toe ben ik heel blij dat ik in het GO ben terechtgekomen. Ik heb een heel goede aanvangsbegeleiding gekregen, dus ik heb echt een goede start kunnen maken. Wacht, dat is ook eens raar. Ik vond het heel leuk dat ik bij het GO zoveel begeleiding kreeg. Ik heb echt mijn zwakke punten gezocht en gevonden. Toen ik mijn zwakke punten heb gevonden, ben ik op intervisie mogen gaan bij verschillende scholen bij ons in de buurt om te gaan kijken hoe pakken die dat aan, hoe doen die dat nu juist. Omdat ik in het eerste leerjaar ben begonnen, ik stond nieuw in het eerste leerjaar. Ik had daar ook nog geen ervaring en ik was toch een beetje onzeker. Dus dat heeft mij enorm geholpen dat ik mocht gaan kijken in andere scholen binnen onze scholengroep, hoe ze het daar aanpakken in het eerste leerjaar. Ik vind wel dat ik als leerkracht geëvolueerd ben in het GO-onderwijs. Gewoon echt door de aanvangsbegeleiding, door de steun, door de goede begeleiding die ik heb gekregen van in het begin. En ook door bijscholingen, intervisies. Dat heeft me echt een sterkere leerkracht gemaakt. Ik vind het allerleukste aan lesgeven de kinderen die zo spontaan en eerlijk zijn. En ik geniet er echt van als ze zeggen, juf, je hebt lelijke schoenen aan. Dan denk ik, oké, goed, zeg dat maar. Oké. Ik hoop dat ik nog een heel lange termijn in het GO ga mogen blijven werken. Omdat ik het daar eigenlijk echt superleuk vind. Ik heb nu in verschillende scholen gestaan en dit is nu toch wel echt mijn favoriete onderwijsnet.